We hebben rond 9:30 de melding gekregen van een verdachte situatie op Schiphol. De collega's van de marechaussee die hebben vervolgens een onderzoek ingesteld. En die hebben op het Jan Dellaertplein hebben die een meneer aangehouden. Die meneer die had bagage bij zich. En om het zekere voor het onzekere te nemen hebben wij de EOD gevraagd om naar Schiphol te komen om die bagage te onderzoeken. En waarom was die meneer verdacht? Ja, dat weet ik niet precies, want ik heb die melding niet gekregen. Wat ik weet is dat wij een melding hebben gekregen van de verdachte situatie. Die meneer die gedroeg zich verdacht. En dat heeft ertoe geleid dat de marechaussee hem heeft aangehouden. En hij had veel spullen bij zich, hè? Dat weet ik niet. Ik weet dat hij in ieder geval een rugzak bij zich had. En dat is dan voor ons ook eventjes de reden om, de EOD te vragen om dat eventjes voor ons te checken. Een gedeelte van het Jan Dellaertplein is afgezet geweest. Reizigers die hebben daar natuurlijk last van gehad, het vliegverkeer niet. Vliegverkeer en het treinverkeer is gewoon doorgegaan. Op Schiphol Plaza heeft dat tot enige overlast geleid. Maar goed, veiligheid voor alles. Dus gelukkig is er door de EOD zijn er geen gevaarlijke stoffen aangetroffen in die bagage van die meneer. En dat heeft er dan weer toe geleid dat de maatregelen nu zijn opgeheven en iedereen weer op Schiphol kan rijden en lopen. Ja, we waren net aangekomen, we stonden bij de bagageband. Mensen die bagage al hadden, die wilden naar buiten gaan, die werden tegengehouden. En eigenlijk op hetzelfde moment zagen we achter het glas in de verte mannen van de marechaussee, bivakmutsen, zwaar bewapend. Mensen manen om weg te gaan, zelfs wegduwen, was duidelijk wel haast, er was iets aan de gang. En door personeel van Schiphol werden we zover mogelijk weggeloodst van waar de acties er zijn.